We staan hier in de hal van het voormalige klein seminariecomplex. De eerste verdieping van het voorgebouw. En in de Tweede Wereldoorlog was dit het commandocentrum van de Duitsers. Hier hadden die hun onderkomen. En het hele gebied hierachter, het hele complex, was ingericht voor de gijzelaars. De bedoeling was dat die gijzelaars borg stonden met hun leven in geval van sabotage door het Nederlandse verzet. En helaas is het ook op twee momenten tot fusillades gekomen. En na de eerste fusillade op 15 augustus 1942 was de verontwaardiging in Nederland zo gigantisch groot dat de Duitsers toen al dachten van dit systeem werkt niet echt. Op 16 oktober herhaalde zich weer zoiets, weer een fusillade. En toen hadden de Duitsers wel in de gaten dat het verzet in Nederland toch moeilijk te breken was. De Duitsers konden natuurlijk ook niet zeggen van ons systeem faalt en we stoppen ermee. Dus de gijzelaars bleven gewoon vastzitten. Na de oorlog is er een gedenkboek uitgegeven. Als je achter in het boek kijkt, dan kom je een hele indrukwekkende lijst tegen van namen. Alle mensen die hier gezeten hebben, hun naam, de geboortedatum, hun woonplaats en de periode dat ze hier op Beekvliet hebben vastgezeten. En het waren niet de minste. Hier zat bijvoorbeeld Frits Philips, de industrieel uit Eindhoven. Schermerhorn, de eerste naoorlogse minister-president, zat hier opgesloten. Simon Vestdijk, de schrijver. Het waren dus echt notabele elite van Nederland. En dat was natuurlijk ook de bedoeling van de Duitsers. Die mensen, die zaten hier vast. En die moesten ervoor zorgen dat ze het verzet in Nederland in ieder geval in toom hielden. Maar goed, zoals gezegd, Nederlanders, eigenzinnig volk, laten zich op die manier niet ringeloren. En het heeft helaas niet gewerkt.